Hallo, jij kijkt naar een nieuwe podcast. Vandaag zijn we bij een opname van een carnaval zitten met allemaal oude mensen. Maar wij vieren in Katwijk helemaal geen carnaval, dus wat moeten ze hier? Maar hou je mond, we zijn toch bezig met de intro! Maar we hebben dus voor die oude mensen... Hier, oh ja, hier, hou zoals jij. Kaviaar meegenomen, of weet ik hoe dat heet. Advocaat. Omdat mijn oma zo lekker vindt, dachten we misschien die oude mensen ook wel lekker. Laten we gaan kijken. Hallo, mag ik er even bij zitten? Ik kom er gezellig bij zitten. Weet jullie ook hoe het liedje heet dan van ze? Waar jullie mee gaan dansen of feesten? La 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 la. Mevrouw? Ja? Wij willen deze mensen verrassen met advocaat, maar wat moet ik hier nou mee? Meestal in zo'n klein glaasje en dan zitten ze dat altijd heel lekker zo op te peuzelen. Er zit alcohol in. Dat dacht ik al, oude mensen en alcohol. Mogen we uw legitimatie even zien? Oh jee, mijn legitimatie. Zijn mijn rimpels niet voldoende? Nee, nog niet. Eerst legitimatie. Echt mijn legitimatie zien. Schat je ons nog niet boven de 18? Kijk eens. Nee. Ben ik oud genoeg? Ja, die is oud genoeg. Schenk maar in, Bryson. En er hoort nog een lepeltje bij en een beetje slagroom. Voordat we beginnen met het interview, u bent echt groot. Ja, dankjewel. Jij wordt groot, daar ben ik helemaal niet bang voor. Je hebt me wel aardig in de spieren zitten. Hoe zijn jullie hier eigenlijk terechtgekomen? We zijn gevraagd op de sportvereniging. Welke sportvereniging? Voor bejaarde mensen. En wat voor sport doen jullie? Alpha bewegen. Dat is in een zaal. Ouderen bewegen. Ja. Dat is in een zaal. En dat doen we allemaal ook met Robin is onze leider. En dan doen we allemaal ook oefeningen dat we elke week al onze spieren goed gebruiken. Wat doet u hier? Ga ik jou vertellen. Ik ben van de band Nog Even. Nog Even zijn hier met 3 personen. Rob, ik ben Gerard en Sascha. En wij maken Nederlandstalige muziek. En we hebben een heel vrolijk Nederlandstalig feestnummer gemaakt. En dat heet dan ook Feest in de Tent. Maar de bal spelen en evenwichtsoefeningen en gewichten. Maar jullie gaan zo'n... Kijk, dit heb je niet voor niks. Zo. Ja, zo is het, ja. Dat is, en het dans. Maar zijn jullie heupjes nog een beetje los dan? Jullie moeten zo'n gaan dansen. Ja, onze heupjes zijn nog heel los. Goed. Ze zijn heel los. Ja. Ze zeggen altijd, ouderen die kunnen niet bewegen, maar wij kunnen ook heel goed bewegen. Als jullie zo goed kunnen bewegen, kunnen jullie het ook even laten zien aan ons. Oh, wil ik best wel doen hoor. Als jij dat graag wil. Ja, dat wil ik heel graag. Nou, vooruit. Kom maar dan. En daarvoor zijn wij hier een clip aan het maken. En deze geweldige, lieve mensen zijn er vandaag bij. En die hebben tot nu toe een geweldige clip voor ons neergezet. Dus we gaan straks met een videoclip uitkomen met ons nieuwe nummer Feest in de Tent van Nog Even. Hey, dansen. Hoe komen jullie hier? Als Emmerich, aus Deutschland. Emmerich is aan de Rijn. En als deze clip uitkomt, nou dan hopen wij elk weekend lekker feestje te kunnen bouwen. Wij zijn ook bekend. Vertel. Wij hebben 7.500 abonnees gehaald laatst. Statisten zijn wij, hè? Ja, voor de video. Lekker dansen. Lekker dansen. Hoe zit het met die heupjes dan? Ik niet verstaan. Met die heupjes? Met de heupjes. Lekker heupjes, wat zijn heupjes? We zijn naar Rob op zoek, een bandlid uit de band Nog Even. Ja, maar lekker. Hij lijkt op Jeffrey Schreuder, maar dan de oudere versie. Diepte. Hallo. Nee, die gaan nog. Ja, zo oud ben je ook nog niet. 9 van de 10 hebben er al eentje van plastic. Ikke. Echt? Nee, niet van plastic. Nee, niet uit plastic, uit ijzer. Oeh, als u valt, dan hoor je een harde knal. Ik versteer het niet. Uit metaal. Niet uit plastic. Niet uit plastic, uit metaal. Ja, genau. Ja. En dat zit erin. Plastic. Dat is water.
Kijk, die mag je niet gebruiken. Dan gaan we hier even. Rob! Nee, dat is Rob niet. Dat is Mees. Mees! Wat gebeurt hier nou weer? Maar nu zijn we nog steeds naar Rob op zoek. Rob! Rob! We waren je helemaal aan het zoeken. We waren je aan het zoeken. Oh, mee? Oké, vraag maar wat. Ja. Het is één groot feest! Jullie staan, hun staan daar gezellig te dansen en jullie staan hier een beetje stil. Ja, we moeten even wachten op de opnames. We hebben een beetje aan de kroppen zitten, want die hart. Moet ik hem weer vasthouden? Ja. Hoeveel bakkeltjes heeft u hiervoor op, meneer? Hoeveel bakkeltjes heeft u op? Hoeveel bakkeltjes ik op heb, zijn die niet te tellen. 1, 2, 3, 4, whisky, vodka, wijn, 4, 5, 6, 7, 8, goedenavond, goedenavond. Dat geeft niet, want ik bob vandaag. Hij is de bobbo, jij bent de bobbo, zij is de bobbo. Ik zie op dit moment mensen, oude mensen dansen. Maar ze horen geen muziek. Ze gokken maar wat ze denken, wat ze horen. En die man daar, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wordt hij naar buiten gesloten? Ja, gediscrimineerd. Ik wist het. Ik zal er wat van zeggen. Ja, ik zou ook optreden. Ja. Ja. Telefoon verslaan. Dikzak, kom. Volgens mij hebben ze iets veel alcohol gegeven. Ik vroeg net al aan die meneer hoeveel bakkeltjes die op heeft. Nou, het was niet te tellen, zei die. Ik heb net van die meneer gehoord dat die een beetje buitengesloten wordt. Die meneer buitengesloten wordt? Ja, omdat hij niet op het podium mag. Dan gaan we hem zo op het podium schoppen. Hij zal zo meteen gaan. Dan gaat hij. Dan gaat het zo gebeuren. Nou, bedankt dat we even mochten langskomen. Hartstikke leuk, jongen. En heel veel succes met jullie uitzending. Ja, jullie ook heel veel succes. 7.500 heb je er nou. Na dit, 15.000. Is goed. Nee. Wacht. We zijn nog niet klaar. Jongen. Bij de 15.000 komen we bij u terug, hè? Kom ik bij jullie optreden. Een privé optreden. Afgesproken. Nou, bedankt dat je hebt gekeken naar deze podcast. Doe een like en abonneer. En tot de volgende keer. Dat rijmt. Wat ben ik toch goed weer. Fijne dag. Whisky, vodka, wijn, 4, 5, 6, 7, 8.